De Rotary Foundation is ruim 100 jaar geleden opgericht en spendeert jaarlijks ongeveer $335 miljoen aan duurzame projecten om het leven van mensen beter te maken. En daarbij richt de Rotary Foundation zich op 7 aandachtsgebieden die je hier ziet opgesomd. En in deze aflevering nemen we je mee in gezondheid van moeder en kind. Dit is Deborah. Zij komt net uit het ziekenhuis met haar baby Oriana. Daar heeft ze een gehoortest voor haar dochter gekregen in het ziekenhuis van San Miguel in Argentinië. En met behulp van Rotary werden de gehoortesten betaald. Voor Oriana betekende dit tijdig een ingreep om haar gehoor te verbeteren. De zorg voor moeder en kind is een belangrijk aandachtsgebied van Rotary International. In de laatste decennia is de sterfte van kinderen onder de 5 jaar wel afgenomen, maar toch sterven er in de wereld nog elke dag ongeveer 15.000 kinderen. En ook sterven er elke dag nog ongeveer 800 moeders aan de complicaties van zwangerschap en geboorte. Rotary wil zich vooral graag inzetten om die aantallen terug te dringen. Daarom zijn projecten voor prenatale zorg erg belangrijk. Dat heeft te maken met goede voeding voor moeder en kind, maar ook met het voorkomen van HIV-besmettingen en het trainen van de lokale bevolking in gezondheid en hygiëne. En daarbij wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen en voorlichting over gezinsplanning. Kinderzorg voor kinderen onder de 5 jaar bestaat ook uit het voorkomen en bestrijden van ziekten en het organiseren van inentingsprogramma's. Zo wordt er ingeënt tegen polio, mazelen, malaria, diarree en andere kinderziekten. Dus Rotary richt zich vooral in dit aandachtsveld op de volgende zaken. Het terugdringen van kindersterfte, het terugdringen van sterfte onder zwangere vrouwen, het verbeteren en bereikbaar maken van medische diensten, het trainen van lokale communities in de gezondheidszorg en het ondersteunen van opleidingen voor lokale gezondheidsprofessionals. Als je met je club een project wil doen in het focusgebied van moeder en kind, dan zijn er verschillende projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning van Rotary International. Ik noem een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld training voor medische professionals in de frontlinie, zoals verloskundigen en kraamzorg. En op veel plaatsen is er behoefte aan medische apparatuur en goederen. Medische voorzieningen zijn niet altijd goed toegankelijk voor de lokale gemeenschap, dus dat kan ook een project zijn. Het is ook belangrijk in al die global grants dat er een duurzame verandering is in projecten. En daarom is het belangrijk lokale training te geven aan medewerkers. En het is belangrijk dat er in ontwikkelingslanden zelf kennis komt over kinderzorg. Daar zijn speciale studiebeurzen voor. Ook op het focusgebied van moeder en kind zijn er Rotary actiegroepen en Rotary communities. Bijvoorbeeld zo'n Rotary Community Corps wordt gesponsord door een lokale Rotary Club en jouw club kan daaraan bijdragen. Rotary actiegroepen bestaan uit duizenden Rotarians met expertise in een bepaald werkveld. Zij wisselen kennis en informatie uit en ondersteunen daarmee nationale en lokale initiatieven op het gebied van moeder en kind. Als jouw club wil bijdragen om in dit focusgebied iets te doen, ga dan op zoek naar een project en overweeg om een Global Grant aan te vragen. Daar zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden. In de eerste plaats moet het duurzaam zijn. Het project moet zelfstandig door kunnen gaan als de grant is verleend. Het moet ook meetbaar zijn. Je moet goede en meetbare resultaten rapporteren. Het moet ook passen binnen de aandachtsgebieden van Rotary en de doelen van Rotary Foundation. Het moet passen in de lokale gemeenschap en daarvoor moet je ook een zogenaamde community assessment doen. En last but not least, je moet het samen doen met de Rotary Club ter plaatse, uitgevoerd door Rotarians die in nauwe verbinding staan met de lokale gemeenschap. En daarom moet er altijd een lokale club bij betrokken zijn. Wil je meer weten over de Rotary Foundation of de andere focusgebieden?
Kijk dan op het YouTube-kanaal of op de website van ons district. Daar vind je meer informatie. Dank voor het kijken naar deze video.